stay free. Stefan Schipper in de Fred Talk. Welkom. Ja, leuk. Welkom in het Westen. Het Westen, ja, dat was wel even een ritje van dik anderhalf uur, twee uur bijna. Maar zo. Was rustig op de weg, dus we waren hier nog al een keertje. En waar kom je weg dan? Ik kom helemaal uit het mooie Twente. En ja, het is prachtig. Maar het is hier ook prachtig. Ik kom vaak van mijn werk hier, dus ja, leuk. En hoe kennen we elkaar? Ja, we hebben elkaar eigenlijk pas heel kort geleden ontmoet door een bevriende collega fotograaf. En jullie waren op weg naar Hannover, naar de Scorpions. En ja, ik ben zelf ook muziekfotograaf. En eigenlijk ook wel ruim in het woord, modellen en andere dingen, zeg maar, bedrijfsdingen. Maar door de muziek kwam een beetje bij elkaar. Ja. Hey, dat is ooit begonnen bij de aardschok, heb je me verteld. Aardschok, ja, lang geleden. Ik ben nog 51, was ik 15 jaar. Bij een Slayer-show in Lüneburg kwam het jongens van aardschok tegen. En op de dag van vandaag doe ik eigenlijk nog steeds al die metal bands. Dus hartstikke leuk, ja. Graag, maar niet alleen metal, hè? Ja, we doen van alles. Alles komt langs. Particuliere, maar net wat ik zeg, op muziekgebied ook voor alles. Ook particuliere klanten, reclameklanten. Dus we doen koekkasten voor weer, kleding, wat je hier ook bij wijze van spreken ziet. We doen eigenlijk van alles, ja. Oké. En wat is het meest maffe wat je ooit hebt moeten fotograferen? Ja, dat wordt wel vaak gevraagd. Heel vaak is het natuurlijk wel de dingen die dichtbij je staan. Je idolen. Kiss gefotografeerd, Metallica gefotografeerd. Dat blijft altijd natuurlijk wel bij. Dingen die misgaan. Ik heb ooit een bellenblaasmachine in de Showbiz City ingeplucht. Toen vlogen alle stoppen erdoor. Dus kwamen alle regisseurs die kwamen uit de studio's gerend. Dat was met een shoot van Katja Schuurman. Dus ik zeg, ja, ik weet ook niet wat er gebeurde. Wel, hier knalde in één keer alle stoppen erdoor. Maar het was eigenlijk mijn oorlog. Aardig gek, ja. Ja. Hey, wie staat er nog op je verlanglijstje? Ja, nou ja, een verlanglijstje is altijd een beetje. Ik had natuurlijk in die tijd Donald Trump of mensen aan wereldleiders zijn. Ik las gisteren dat Desmond Tutu is overleden. En die had ik, heb ondanks gedaan dat hij bij een jaar of 10 geleden was hij bij Twente. Bij FC Twente. En daar heb ik een dag mee opgeschoten. Dat vond ik toen eigenlijk, had ik misschien tot nu toe wel de grootste... bij wereldleider die ik ooit gefotografeerd heb, omdat bij alle mensen is die man wel bekend, zeg maar. Ja, hey, en dat is wel een hele actuele inderdaad, ja, absoluut. Wat zou je nog willen leren? Ja, leren doe je natuurlijk elke dag, is natuurlijk wel een beetje standaard, maar ja, je zit... Je bent eigenlijk als fotograaf nooit uitgeleerd. Je komt in zoveel verschillende ruimtes, verschillende settings, dat je altijd... elke situatie is anders wel. Vandaag is het vrij bewolkt. Zou ik hier morgen weer moeten komen en ook weer een foto moeten maken, is het weer... Ja, is elke keer is het licht weer anders. Dus je kunt nooit zeggen van... Ik ben daarin uitgeleerd en de fotografie staat in een supersnelle ontwikkeling. Digitaal, de telefoons zijn op maas, de traditionele fotograaf wordt misschien ook wel ingeruild door. Ik kijk er niet met angst tegenaan, maar er gebeuren wel heel veel dingen in een korte tijd. Ook in mijn beroep en ja, vind ik het erg? Nee, ik sta wel open voor al die nieuwe dingen. Heb ik profijt van dat ik een oldschool fotograaf ben die ook nog met films heeft gewerkt? Ja, denk ik wel. Want daardoor kun je de goede zwarting van films zien, de goede belichting. Dat zie je met de nieuwe fotograaf toch als niet helemaal zoals het hoort. Maar vroeg of laat hebt dat denk ik ook weg. Als iedereen dat gaat doen, ja, dus, dan wordt dat een nieuwe standaard, zeg maar. Klopt, dus, ja. Hey, en heb je wel eens een foto met je telefoon gemaakt die uiteindelijk moest bewerken? Ook in je boek? Nee, niet in mijn boek. Het is allemaal met professionele camera. Nee, ik heb natuurlijk mijn vakantiefoto's. Mijn vrouw die knipt de mooiste vakantiefoto's. Ik doe alles met de telefoon, dan ben ik op vakantie. Nee, de telefoon is niks mis mee. Mijn zoon heeft laatst zo'n iPhone Pro gekocht. En als ik zie wat daarmee kan en waarmee gebeurt. En dat komt steeds, denk ik, dichter bij elkaar. De camera en de telefoon. En ja, is dat erg? Nee. Zijn collega's van mij die bijna alles met de telefoon zelfs doen, of films maken met de telefoon. Ja, de kwaliteit was zo goed en ons menselijk oog kan maar, hebben ze mij wel eens verteld, dat 4K zien, dat zijn al 5K dingen, dus ja, eigenlijk is het eigenlijk dat gaat steeds verder. Te goed. Ja. Hey, en heb jij nog geheime talenten? Ja,
Of ik geheime talent. Ja. Op wat voor gebied? Ja, dat mag je zelf invullen. Ik weet niet wat mijn vrouw ervan vindt. Nee, ik fotografiegebied van vroeger was je, dat wordt het misschien een beetje technisch vooral, had je diafilms. Dus voor de oude kijker thuis had je die diafilms die ontwikkel ik dan als negatief filmen. En had je zo'n cross techniek, zo'n wat hardere techniek. En dat heb ik mijzelf alweer aangeleerd in het digitale tijdperk. En ja, dan heb je wel iets wat bij jezelf is en wat anders is. En dat is wel echt wat heel dicht bij mij staat. Verder, mijn fotografie zijn eigenlijk heel erg eenvoudig, vaak met één lamp of geen lamp. Maar door harde schaduwen, harde contrasten, is het een beetje een handelsmerkje van mij geworden wel. En heel veel fotografen proberen mensen wat mooier te fotograferen. Mijn uitgangspunt is niet dat mensen gelijk slecht fotograferen, maar wel wat rauwer, wat harder, wat eerlijker. Tenminste in mijn geval. Heel vaak worden mensen toch neergezet als beauties. En ik zie die trant, ik weet niet of dat bij jullie zo is, maar dat wordt langzamerhand wel anders wel. Wat dikkere modellen, niet de beste mensen, mensen met veel sproeten, mensen met een wijnvlek. Ik vind dat wel een goede trend wel, want het kunnen niet allemaal doods en groef zijn, en er is niks mis mee. Maar dat is natuurlijk voor heel veel meisjes vooral toch wel een beetje een verkeerd beeld, vind ik soms. Ja. Ja, dus ik vind een goede ontwikkeling. Come as you are. Ja, come as you are. Ja, Nirvana natuurlijk, ja, dat is fantastisch, maar zo is het ook wel. Probeer dicht bij jezelf te zijn. Probeer je niet te verlogen op wat voor gebied dan ook. En dat is denk ik heel leuk. Ja, come as you are. Nirvana wel eens gefotografeerd? Nee, helaas niet. Nee? Dave Grohl? Dave Grohl wel. Ja? Ja, was Nirvana op een of andere manier, ik weet niet hoe dat gekomen is. Wel. Dus dat zijn ook wel eens dingen waar je denkt van, oh, shit, die niet. Maar ja, je kunt niet iedereen gehad hebben. Maar we hebben een heel rijtje achter de rug. Ja. En er komen nog heel veel hopelijk. Dave Grohl is wel een held, hè? Ja, hij is echt een held. Hè. Dat is ook een van de betere concerten die ik gezien heb. Was dan in de Ziggo. En toen had hij de been gebroken en was waanzinnig. Ja. Staat ook in je boek? Zeker, staat ook in mijn boek. Ja. Nou, vertel eens wat over het boek. Ja, dat is misschien ook wel een klein beetje een realisje. Toen we elkaar ontmoetten heb ik jou een paar boeken meegegeven. Mijn nieuwste fotoboek is onlangs uitgekomen. Met eigenlijk al mijn werk. Dus muziekfoto's, bekende mensen, onbekende mensen. En ja, we hebben drie boeken hier achtergelaten. En als ik goed heb begrepen, kunnen mensen daar die winnen. Of daar hoor je verder nog over hoe dat gaat. Maar ja, dat is gewoon heel erg leuk om te doen. Om je werk te delen met andere mensen. Het was mijn vierde boek. En toen ik ooit inmaakte, dacht ik van, dit is oké. Okay. Ja, en eigenlijk, ik sluit niet uit dat er ooit nog een vijfde komt, laat ik het zo zeggen. Nou, dat klinkt goed. Mensen, gaan dat boek allemaal zien. Want hij is zeker erg de moeite waard. En het is geen leesboek, hè? Er staat ongeveer drie bladzijden tekst in. Dat is dan ook wel volgeschreven met tekst. En is zeker interessant. Gaat namelijk over de achtergrond van Stefan. En over achtergrond gesproken. Heb jij een guilty pleasure? Als ik dat heb? Nee, ik ben een open boek. Ja? Dus nee, ik heb niet zoveel geheim. Niet stiekem naar ABBA luisteren? Nee, heb ik niks mis mee. Nee, vind ik ook leuk wel. Ik ben heel, ik had toen ik hierheen reed een Spotify-lijst van mezelf. En er zitten allerlei dingen zitten erin, van klassiek tot Cannibal Corpse, tot hardrock, tot lekker de breedte in. Ja, lekker de breedte in. Ja. Wat ik nou kan zeggen, als het doorgaat in maart ga ik naar Scooter toe. Nou, dus ik weet niet of dat helemaal de artiest die alles bij elkaar gejat heeft. Maar mijn vrouw en ik die vinden dat fantastisch. Gaan we vaak met z'n tweetjes heen. En we zijn een keer toen we zoveel jaar thuis zijn met Prodigy geweest. Dus dat is ook hartstikke leuk wel. Dus, ja. Lekker divers in elk geval. Ja, ja. Hey, en we hadden het net al over wat eigenschappen. Heb je ook nog slechte eigenschappen? Slechte eigenschappen? Ik denk dat ik heel druk ben. Ik ben wel iemand die als hij iets in zijn kop heeft, dat hij wil dat gelijk ook uitvoeren. Of in ieder geval een poging tot doen. En ik merk wel eens van, ik werk natuurlijk heel vaak alleen, maar als ik met andere mensen samen moet werken, dan is het niet altijd die sneltrein die ik eigenlijk ben bij kunnen houden. Dus soms moet ik even, Stefan, dus even rustig. Dan ben ik nu met mezelf ook weer veel aan het woord ben, maar ik vind het zelf geen slechte eigenschap, maar het is wel soms dat je denkt van, oké, het is niet iedereen kan jou. Ik denk vaak in plaatjes, dus ik zie het heel erg voor me. En terwijl een ander dat allemaal nog eerst uitgeschetst moet hebben of goed voor ogen moet hebben. Hey, en als je dan hebt over ontwikkeling van jezelf als fotograaf. Zijn er dan nog dingen die je zou willen leren? Ja, vooral de mooie kant van de fotografie, dat klinkt heel raar dat ik zeg. Maar zoals William Rutten doet, die mensen echt heel bekend Nederland vaak voor allerlei tijdschriften en posters doet.
Het lijkt vaak altijd heel eenvoudig, maar dat, ik heb dat wel eens geprobeerd en het past ook totaal niet bij mij. Dus het is goed dat hij dat doet wel. Dus hij is denk ik daar ook de specialist in. Maar dat zou ik wel graag willen leren. En ja, ik zou nooit een goede natuurfotograaf worden, want ik heb totaal geen geduld voor. Elk beest die gaat op de loop van mij, denk ik. Of die hoort mij ritselen, weet ik wel. Dan denk ik na 5 minuten al, waar is die slang, waar is die giraf, weet ik veel wat. Dus nee, dat zal ik nooit leren. Maar als je dat ziet en ook altijd die mooie natuurfilms die eeuwen uitzendt of Discovery, ja, dat is gewoon... Ja, echt heel hoogstaand. Dus dat is iets wat ik niet ambieer, maar wel heel erg waardeer. Dus gaat over geduld dan, hè? Ja, geduld, maar ook wel kwaliteit, hoor. Dat mensen echt dat zien en al die trucjes die ze uithalen om met vogels en met mensen, met dieren in zee. Het is onvoorstelbaar. Dus dat is iets binnen het vak waar ook weer een gigantische specialiteit is, ja. Ja, want jij doet het snel, hè? Ik doe het heel snel. Ja. Meeste fotografie zijn ik ben als een tukker, dus klik-klak klaar. Dat is eigenlijk klik-klak en het is klaar. Ja, mijn snelste fotoshoot was ooit met kisten in 45 seconden. Omdat ze verder geen tijd hadden. En ik heb mijzelf dat allemaal aangeleerd. Heel vaak bekenden of artiesten hebben vaak andere dingen. Dus ik moest in korte tijd in een onbekende ruimte moest ik een shoot doen. Ja, en dat heb ik door de jaren heen eigenlijk ontwikkeld. Dat is ook een soort handelsmerk voor mij, dat ik in een korte tijd toch de mooiste foto's kan maken. En ja, ik zeg altijd van, het zit hem niet in de tijd, het zit hem uiteindelijk in het plaatje die je voorgeschoteld krijgt. En ik vergelijk het ook eens met een restaurant. Ja, die biefstukken hier is lekker en hoe lang die in de pan heeft gezeten, ja, dat is aan de kok. Ja, en ik ben de kok achter het foto's te stellen. Dus ja, voor mij voelt het heel goed. Van andere collega's zal het misschien fijn voelen dat hij eerst 6 keer de lampen moet testen en nog een ander wandje en dit en dat. En dat heb ik totaal niet. Nee. En als je nou praat over plaatjes, je zegt ik ben een plaatjesdenker, dan heb je vast wel in je hoofd wat de ultieme albumcover is. Ultieme albumcover? Die heel goed bijblijft. Ja, dat klinkt een beetje raar dat ik het zeg. Bijvoorbeeld Doe Maar wel, die met geel en rood. Virus. Ja, dus echt zo. Ja. En later hoorde ik van Henny, dat Henny ooit in een interview heeft gezegd, dat ze gewoon... Toch in die ouderwetse platenbak zag je gewoon dat roze en dat groen zag je dat staan. Ja, dat viel heel erg op wel. Ja, Nirvana natuurlijk wel, Nevermind, David Bowie. Ik ben natuurlijk Kiss fan, dus van talloze Kiss die zo herkenbaar zijn, Dynasty. Love Gun. Ja, Love Gun. Dus het zijn gewoon heel veel aparte hoezen, vooral ook met metal bands wel, waarmee... boeit. Dat vind ik, die hebben altijd wel gave, bijzondere hoezen, zeg maar. Als je boeken uitgeeft en als je zoveel grote sterren hebt gefotografeerd, wat betekent dan succes voor jou? Ja, succes is mij een beetje overkomen. Ik schrijf dat ook in mijn laatste boek. Ik denk als je het allemaal te veel gewild had, dan was het misschien... Zeker voor iemand die uit het oosten van het land komt, wat moeilijker geweest. Ik zit ver af van de televisiewereld. Maar ik ontmoette in 1997 Edwin Evers. En die was eigenlijk ook een toen nog onbekende DJ. En Edwin die klom een beetje op en die zei, ja, je moet eens een keer die gasten bij ons in de buurt eens een keer vragen. Wel. Nou, dat werd eerst de Herman Finkers. Maar dat werd ook steeds meer mensen uit het westen. Wel. Joep van het Hex. Dus zo langzaam werd die olievlek steeds groter voor mij. En ja, ben ik eigenlijk de hele wereld over gereisd om mijn fotografie uit te voeren. Dus dat, ik ben niet iemand die heel erg wat plant. Die zegt van nou ja, nog vandaag wel, ik wil dat doen. Maar uiteindelijk overkomt het mij, ik kan niet altijd zeggen dat het allemaal toeval, maar uiteindelijk vallen dingetjes toch soms op de plaats. En dus uiteraard gaat de kwaliteit daar in voorop. Maar ik weet ook zeker dat bepaalde dingen mij niet waren gebeurd als ik mij daar ook niet druk voor had gemaakt. Dus. Hey, en als je nou terugdenkt aan al die artiesten, waren er artiesten bij waarvan je had gedacht, nou, dat zijn mega eikels en dat viel onwijs mee? We hadden het voorgesprek al even over. Ik ben een ontzettende Kiss-fan. Het bleef waarschijnlijk, toen ik Kiss leerde kennen, was ik 9 jaar oud. Dus het visuele wel. En in mij, het sprak me natuurlijk gigantisch aan. En ik had wel eens wat dingen van Gene Simmons gezien. En ik dacht van, ja, ik weet niet van wat voor kerel dat is. En toen werd ik gebeld door
twee jongens die hebben een soort ja, kistconventie georganiseerd. Waar fans iets van Gene konden kopen. Ik vroeg of ik daar een dag wou fotograferen. En ik heb daar echt, ondanks dat mijn idool was, echt een dag over nagedacht of ik dat echt wel wou. Omdat ik dacht van, hey, als het nou heel erg tegenvalt, dan is het best moeilijk om fan te blijven, zeg maar. En ik heb het uiteindelijk gedaan en uiteindelijk viel het allemaal reuze mee. Dus ja, ik heb wel eens een keer gehad, ik kan wel een keer vertellen, met Sier de Vos, de koekoek verslaggever, dat ik gewoon de apparatuur weer ingeslaan heb. Dat is me zo'n arrogante kerel, want dan dacht ik van... Dat hoeft niet. Nee, hoeft niet. En misschien was ik daar op verkeerde dag, op verkeerde moment, dat hij zijn dag niet had, maar behandelde me zo'n stront dat ik dacht van... Maar dat was wel een echte koekoekfotograaf. Ja, ik vond het wel. Wel. En, maar uiteindelijk is iedereen een mens, denk ik. En ik denk ook van... maar de manier waarop dat toen ging, was niet heel prettig. Nee. Hey, die jongens van KISS, dat zijn echte zakenmannen, hè? Ja, die meldt hij helemaal uit als fan. Ik ben gelukkig niet zo'n fan dat ik dat allemaal koop, maar als je het allemaal koopt... Ik heb wel eens gehoord dat ze 6.000 of 5.000 verschillende items hebben. Er is een boek van. Ja, er is een boek van, hè. Ja, ja. Dus van condoom tot doodskist. Doodkisten, ja. Ze hebben van alles. En ja, ik heb zelfs gehoord, van ze zijn nog met de... Ondanks de COVID zijn ze met de reunion of met de afscheidstour bezig. Voor de vierde keer, geloof ik. Ja, voor de vierde keer. En elke keer trap ik daar als fan ook nog weer in. En... Maar ik heb wel eens gehoord dat ze gewoon met hun eigen kinderen of met een KISS-coverband later gewoon verder willen gaan. Als zijn de perfecte coverband van KISS, zeg maar. Dus of dat gaat gebeuren, weet ik niet. De kinderen? De kinderen. Of dat ze in ieder geval zelf een coverband opzetten. Zeggen van, dit, die gaan met onze spullen verder toeren. Under license. Ja, juist. Onder die, is best knap. Ja, is echt best knap. Maar dat zie je nou ook wel een beetje. Als ik heel eerlijk ben, je hebt natuurlijk de Rammstein coverband van Pink Floyd. Dat is een hele goeie. Ja, die trekken dan misschien niet de Ziggo, maar wel zo'n AVAS vol, zeg maar. Dus ja, die kant gaat het wel een klein beetje over. Ja. Hey, en ja, dat is inderdaad een hele goeie. De commercialiteit en alles de breedte maar intrekken. Ja, ja dat is zeker een goeie. Maar dat is een stukje zakelijkheid en dat is een stukje business vernuft. Heb jij nog zakelijke tips? Stel je voor, iemand wil voor zichzelf beginnen. Wat zou dan het eerste zijn waar jij aan denkt? Nou, als je vorige avond zijn te over wel. Ik kan niet, van mij hoor ik van kappers en nagelstudio's. En dus, elke beroepsgroep zal dat hebben. Maar vorige avond zijn er ook echt heel erg veel wel. Ik ben de enige bijvoorbeeld in mijn dorp. Maar als ik Google in de, hoe noem je dat, in de Kamer van Koophandel, zijn er wel 30, 40 ingeschreven, ook in mijn dorp. Dus heel vaak vrouwen die dat erbij doen, een man in werk. Dus als je echt fotograaf wil worden, moet je er wel een bepaalde passie voor hebben en toch proberen een eigen stijl te ontwikkelen. Hoe moeilijk dat ook is, maar dat, voor mij geldt dat voor elk beroep. Want als je dat niet hebt, dan is het een hele groep die kiest voor wie is de goedkoopste, wie is het... dus dat moet je niet willen. En je moet zorgen dat je een eigen DNA ontwikkelt. En dat is in de fotografie best wel te doen. Als ik ook zie van wordt het programma Perfecte Plaatje. Mensen die hadden nog nooit de camera vast hebben gehouden en die langzaam toch opklimmen tot iets... Dat wel te doen is. Alleen, je moet wel vasthouden aan je concept waar je in gelooft. En dat heb ik ook vanaf dag 1 gedaan. En ja, ik ben er heel eerlijk in. Als ik die eerste 5 jaar van mijn carrière niet thuis had gewoond, was ik ongetwijfeld failliet gegaan. Dus ik heb daar gelukkig aan vast kunnen houden. Om elke keer die stijl te doen. Omdat ik... Ja, die stijl past het beste bij mij. Dus ik was ook niet... Ik doe nou dit en ik doe nou dat. Nee, ik deed alleen maar dat waar ik goed in was. En dat betaalt ze... Jaren later betaalt ze dat gelukkig uit. Ja, heel lang nadat je het zelf zag. Heel lang nadat ik het zelf zag. En ook de mensen om je heen. Die wel in jou bleven geloven. Nou, allemaal in geloven. Ja. En ja, dat is ook het leuke van iets wat lange levensduur heeft. Blijft uiteindelijk het langste goed, denk ik. Ja. En natuurlijk die passie, hè, waar het mee begint. Passie is alles, denk ik. Dat geldt voor elk iets. En wilskracht om te geloven in jezelf. En ondanks alle tegenslagen moet je toch omhouden. Top. Hey, dank je voor je tijd, man. Graag gedaan. En een goede reis terug naar Goorsen. Ja, dan gaan we lekker terug. Mensen, bedankt. Geniet van het boek. Als jullie het onder ogen zien. En tot gauw.